gefeliciteerd. 5 jaar Reesdaal Outdoor. Ja, dankjewel Alfred. Ik ben heel blij mee dat het zo ver heeft mogen komen. Ja, mooi is dat. Ja, vanmorgen hebben jullie al een survival run georganiseerd voor de kids. En de hele dag, hè, doen jullie mooie activiteiten. Ja, we doen de hele dag van allerlei activiteiten. We zijn vanmorgen begonnen met de jongste kids. En zo hebben we elke keer een stapje hoger gedaan. De run wordt zometeen opgeruimd. En vanmiddag gaan we verder met de volwassenen. Vanaf 1 uur. En daar hebben we allerlei activiteiten ook voor. En ook voor kinderen nog steeds is er van alles te doen, hoor. Maar allerlei lessen kun je proberen. We hebben Rad van Fortuin met allerlei dingen. Er is een borreltalen, tijdlijn, presentaties, van alles. Dus, er is van alles te zien. De hele dag bedrijvigheid. Maar hoe is het voor 5 jaar geleden begonnen, Patrick? Ja, het is 5 jaar geleden begonnen met gewoon in het bos hier zo. En ik gaf daar les en met een paar klanten nog maar. En toen zei de camping-eigenaar Jeroen Slager, die zei tegen mij van die trainde bij mij. Die kent nog wel een stukje park over en er was toen nog een midget golfbaan. En dat is uiteindelijk het motoriekpark geworden. En vervolgens zijn we daar begonnen met een paar lichtmasten neerzetten. En voor je het weet staat dit er. Zo is het gegaan? Ja. Ja, ik gaf al les in het bos en we starten altijd bij het Trefpunt en dan met een klein groepje. En ik werkte daarnaast nog op de sportschool. En op een gegeven moment ben ik daar gestopt. En toen heeft Jeroen Slager mij uitgenodigd om hier verder te gaan. Een paar lichtmasten neergezet zodat we in 's winters ook door konden trainen in het donker. En langzamerhand zijn die lessen gegroeid, hebben we een survivalbaan gebouwd. En voor je het weet hebben we enorm succes hier neergezet, zeg maar. Ja, want jullie kunnen hier echt, jullie trainen hier elke dag, hè? Ja. 'S winters, zomers, herfst, het maakt niks uit. Maakt niet uit. Ik denk dat door de jaren heen al dat we 1 of 2 keer de les hebben moeten niet door moeten laten gaan. Dat was 1 keer met zwaar onweer en storm. En 1 keer hebben we gehad dat die ijzel er was, dat we hier niet konden komen. Voor de rest gaat het altijd door. En er zijn altijd mensen en het is al gezellig. Van de jongste die je traint is 3 jaar en de oudste die is ruim boven de 75. Dus het maakt allemaal niet uit. Dus voor elk niveau wat wils. Ja, mooi om te horen. Nou, ik zou zeggen op naar de 10 jaar. Ja, daar gaan we voor natuurlijk. Maak het nog mooier en nog steeds meer te doen hier, zeg maar. Maar we zien elkaar eerst weer op 31 augustus. Ja, klopt. 31 augustus, dan gaan we weer knallen bij de Fun Run. En dan maken we er weer 1 groot spektakel van. En dit jaar dus vanaf de voetbalvelden in plaats vanaf hier. Maar we komen natuurlijk nog steeds over ons mooie park heen, dus dat komt wel goed. Ja, voor meer informatie erover? Voor meer informatie kijk je op de website www.reesdaaloutdoor.nl en daar staat wel een linkje Funrun. Dat komt helemaal goed.